En nu de talent uit Amsterdam echt even onder druk. Maar wel een hele goede bal. Zo van Verschuren richting Wolf. En dan gaat dit de eerste kans van de wedstrijd opleveren. Wolf en Oel Slegel met een hele belangrijke redding. Laat zich niet kloppen in zijn korte hoek. Zonder contract volgend jaar. Erik Oel Slegel kreeg deze week die welbekende brief op de deurmat. En met hem nog 12 spelers bij FC Emmen. Maar hier hoeft hij niet in actie te komen. In tweede instantie ook niet. Wordt wel een nieuwe hoekschop. Omdat die poging van Brandes uit wordt gehaald door Konings. Die bal gaat er bijna in. Vink op de lat. Wat een goede corner. En wat goed gekopt ook door Sky Vink. En dan heeft hij net een beetje pech. Zetvert staat goed te keepen. En verlegt het spel ook snel. Waardoor hier Agugil alweer verder kan. Jaden Banel. En een nieuwe corner. Dit keer Banel met de corner. En niet de Shahid. En weer levert het een kansje op. Wolf. Die toch akelig vrij in kon koppen. Agugil. Die kan gaan schieten, die kan gaan schieten. En het is 1-0 voor Jong Ajax. En die voorsprong is eigenlijk ook nog wel terecht. Goeie goal. Bernardo, dat is een goede bal naar Van Hoeven. Levert het wat op? Het is eigenlijk het eerste echte gevaar van FC Emmen. Deze avond. Jaden Banel. Banel. Slegel. Hoeft hij niet aan te zitten. Konings denkt even aan een siervol balletje met de buitenkant. Ik kan maar beter van lang spelen naar Pauwels, want die heeft deze bal voor Ubbink in gedachten. En het is weer gelijk door de twee invallers. Pauwels en Ubbink. Een co-productie. Voor de goal, maar hier is meer ruimte en weer een kans. Van Hoeven stuit op Zetvert. En Konings. Hoe een wedstrijd dan zomaar opeens om kan draaien. Smeets. Gewoon maar weer een lange bal en die valt hier goed. Pauwels. Is erbij betrokken, maar maakt het niet zelf. Bernardo en de voorsprong voor Emmen. Dat als een ander elftal uit de kleedkamer is gekomen, bevrijd lijkt op de een of andere manier. Agugil, ja, die heeft een goede linker, dat hebben we al gezien. Het is weer gelijk. De tweede van Walid Agugil. De tweede keer dat ze hem helemaal laten schieten met zijn linkerbeen. En weer ligt hij erin. Ubbink. Verraadt ook op het klasse. Dat paasje met de buitenkant. Hier is hij weer. Een schitterend doelpunt. Jorrit Smeets, wat een streep in de kruising. Klein beetje Giovanni van Bronckhorst tegen Uruguay. Maar dan op een vrijdagavond op de Oude Meerdijk. Emma heeft de komende weken duels tegen ploegen in de buurt. Dus kunnen ze
wat dat betreft echt stappen gaan maken. Konings zoeken naar die lange pauls. Het is 4-2. En de doelpunten komt hem toe. Na een assist en een ander overstapje. Nu zelf ook een goal. Hubbink. Nog maar eens een dieptebal. Zet het belopen voor Van Hoeven. Ja, nou dan maar weer op zoek naar Pauls. Daar is die. Nou, Setford ligt goed in de weg. Vandaag was het de wedstrijd van de mooie goals. En de wedstrijd van de invallers. Hubbink was heel belangrijk. Pauls ook al werd de mooiste goal gemaakt door Jorrit Smeets. En die stond er al vanaf het begin in. Wat een goal was dat. Die gaan we nog veel terugzien dit weekend en in de seizoensoverzichten.